Ik ben Ruben Slot, 18 jaar. Ik kom uit Dals en doe aan triathlon. En ik heb afgelopen jaar ben ik 5e geworden op het EK triathlon. 8e geworden op het EK cross triathlon. Verschillende wedstrijden in Nederland gewonnen. En ik ben 2 keer terug nog 3e geworden in mijn leeftijdscategorie op de halve triathlon in China. De afstanden bij een triathlon zijn normaal de Olympische afstand. Dat is 1500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen. Voor mijn leeftijdscategorie is dat de helft. Dus 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. Je hebt ook de langere afstanden. Zo heb ik 2 weken terug nog de halve triathlon gedaan. En dat was 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21 kilometer hardlopen. Nou, dat is dus wel een aardig afstandje. In Nederland heb je de teamcompetities. En dan kom ik uit in de eredivisie en daar is de normale afstand. Dus de kortere afstand en de Olympische afstand. En in mijn leeftijdscategorie heb je ook een competitie, jeugd junioren circuit. En daarin heb je ook de korte afstand, dus de 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. Volgend jaar wil ik graag op de Nederlandse kampioenschappen de podiums behalen. Ook is een doel om mee te doen aan het WK en EK cross triathlon. Die worden gehouden in Spanje en Roemenië. Ook wil ik meerdere Europese wedstrijden meedoen en daar goed resultaat halen. Hoi, ik ben Noah Dijkman. Ik ben afgelopen jaar heb ik een gouden medaille gehaald op het districtskampioenschap Noord-Duits-Nederland. Ik ben 3e geworden op het NK Rug en 5e op NK Meerkamp. Ja, zeker wel. Het lastige nu is dat je nu vanuit die hardstand vol daarin wil vallen. Dat mag eigenlijk iets. Ik wil komend jaar internationale wedstrijden gaan turnen. En op langer termijn wil ik WK's gaan turnen. Ik ben ooit begonnen in Spanje op vakantie. Ik zag op een heel groot scherm Epke turnen. En toen zei ik dat wil ik ook kunnen. En zo is het begonnen. Wij zijn van Dalsen 1, SV Dalsen. En ja, we hebben net gespeeld tegen SC Assen. Het was een 6-2 overwinning. Ik denk dat we een hele goede wedstrijd hebben gespeeld en wel even kunnen laten zien wat we kunnen. Maar goed, we zijn vorig jaar natuurlijk ook kampioen geworden in de 3e klas. En we hebben daar hele mooie wedstrijden gehad, veel wedstrijden gewonnen. En het is gewoon een heel leuk team. We hebben echt een leuke sfeer in de groep. En, een jong team, kan nog jaren mee. Een paar spelers erbij. Een paar wat oudere jongens. En, mooie balans. En een hele mooie balans en een goede groepsdynamiek. Dus het is ook voor zo'n club als SV Dalsen is het mooi voor de toekomst. Dat je met zo'n. We zijn natuurlijk van de 4e naar de 3e klas gegaan. En toen van de 3e direct weer door naar de 2e klas. En nu periodetitel gepakt. En we hebben vorige week de periodetitel gepakt en we stomen maar door. En, dus de deur naar de 1e klasse staat. Ja. Al op een kier eigenlijk, ongeacht wat we de rest van de zin gaan doen. Ja. Joetje, kom dan! Ja, dus we gaan maar door. Ja. Dus we gaan zien waar het eindigt, maar voorlopig zijn we er nog lang niet klaar mee met winnen. Ik ben Eefke Bos, speelster van damesteam van SV Dalsen. Wij zijn een dames 1 team wat afgelopen seizoen kampioen is geworden in de 1e klasse. We staan met 5 dames in het veld, 1 keeper en 4 speelsters. We hebben ongeveer 8 speelsters in ons team, waarin we meestal met 1 of 2 wissels voetballen, aangezien iedereen erg fanatiek wil voetballen en het liefst niet op de bank wil plaatsnemen om wissel te zijn. Wij zijn afgelopen seizoen klinkend kampioen geworden in de 1e klasse. We hebben 1
wedstrijd gelijk gespeeld met 6-6 tegen een rechtstreeks medekampioenskandidaat Vios Fase. Afgelopen seizoen hebben wij in de eerste klasse gevoetbald. Helaas is er op dit moment een behoorlijk verschil tussen de eerste klasse en de hoofdklasse. En dat heeft voornamelijk te maken met de reistijd. Op het moment dat jij in de eerste klasse voetbalt bij damesvoetbal, dan speel je nog redelijk in de regio. Maar ga je een stapje hoger naar de hoofdklasse, dan betekent het dat je vooral speelt op vrijdagavonden en dan in de buurt van Doetinchem, Arnhem, Nijmegen. En dat maakt het voor ons dat we toch hebben gekozen voor het praktische en in de eerste klasse zijn blijven voetballen. Deze maand, januari, gaan wij starten met het voetballen in de promotiepool. Dat betekent dat wij bij de bovenste teams gaan voetballen. Die hebben meegedraaid in de eerste klasse. En dat is een leuke uitdaging voor ons waarin we flink aan de bak zullen moeten. Wij zijn het A-team van Excelsior Dalsen. En wij hebben door middel van wedstrijden dit jaar het NK gehaald. Wij zijn een team en die bestaat uit 6 meiden. En er missen er natuurlijk 2, maar die horen er ook heel erg bij. Ja, we zijn eigenlijk allemaal begonnen toen we nog heel jong waren. Bijvoorbeeld Esmee was 4, die zit er al 17 jaar bij. Ik al 10 jaar, Anne ook al 9 jaar en Mike ook al aardig wat jaartjes. Dus ja. In oktober hebben we een plaatsing behaald voor het NK. En dat deden we onder leiding van Marijke. En na deze plaatsing hebben wij een andere trainster gekregen, namelijk Marinda. En daarbij zijn er 4 nieuwe meiden gekomen waarmee we aan een nieuwe show oefenen. Nou, het NK is zeker een primeur voor Excelsior. Nog geen eenmaal redteam heeft een NK ooit behaald. Dus we zijn zeker heel erg trots op onze prestatie. Ja, en in de toekomst zouden we het superleuk vinden als ons team wat meer leden telt. En dat we ook misschien een podiumplek kunnen halen. En ja, eigenlijk staat het plezier voor ons weer voorop. Dus dat gaan we vooral voor. Nou, onze oude trainster Marijke, ze zit op dit moment in de zaal. Willen wij heel erg graag bedanken, want dankzij haar hebben we deze prestatie behaald. En wij zijn ook super trots op haar dat ze dit met ons heeft bereikt. Want dat was niet altijd makkelijk. Dus Marijke, namens ons allemaal, heel erg bedankt.